Nee, het is een raid boss. Of een scav boss. Ja, ze komen pushen, Oké, okay, pas op. Ik ben bij jou bij admin weer. Ze komen. Broeder, ben ik! Wat, dan ben jij? Bro, wat bedoel je, ze komen! Bro, ik zie je zo! God, nee! Mokka, bro! Oh, Matty! Jij zegt ze komen! Ja, ik ben ready! Ik dacht dat je hier nog was. Oh nee, nu komen ze wel. Fuck. Jesus! Wow, nee. Sorry, chat. I'm sorry. I failed you. Oh mijn god, wat heb ik zin om shit te hoeken! Dit moet zoveel sneller. Weet je wat het is? Oh, nu ga je wel? Nee, tuurlijk ga je niet. Zijn Anan Aura, dan is ik hier. Hier, ga maar naar beneden. Lek maar uit. Vandaag gek gemaakt, gisteren trouwens ook, met die track. Ze zit nu in de chat. Schat, zal ik even zeggen wat jij tegen mij zei? Chat, ik heb haar zo gek gemaakt. Ik heb haar zo gek gemaakt met... Dag, burenmeisje, dag. Dat ze op een gegeven moment had ze de afstandsbediening in haar hand. En ze zegt nu ook, remember de hersenpan. Ze zei gewoon, als je doorgaat, sla ik je hersenpan in. Bro, ik keek haar aan. Ik zeg, weet je wel wat je zegt? Dit kan je gewoon echt niet zeggen. Oh, fucking hell. Jesus. Ah! Misschien moet ik erbij schreeuwen weer. Nee. Misschien moet ik het liedje zingen. Dag, burenmeisje. Dag! Het werkt niet. Ik ben er klaar mee. Ben er helemaal klaar mee? I died. I was getting cornered, man. I'm sorry, guys. I have failed you. It's alright, man. We're used to it. Oh. Okay. I'm gonna take Tuggy's to the south. I'm gonna defend it. We are used to it. Fuck the hood. Ja, ik moet jullie af en toe even in spanning houden, hè? Toch? Oh. Oh. Fuck! Die gozer is los. 6-25 gaat hij nooit halen, maar dan kap ik er ook gewoon gelijk mee. Dan kan hij gelijk stikken in dit kutspel, want ik wil het dan niet eens meer spelen. Throw grenade, get back! Good job, guys. Zijn teammate zat daar achteraan. Hij heeft in mijn gezicht geschoten. Oh shit, mijn face mask heeft me gered. Een face mask heeft me gered, ouwe. Jezus. Zit hier boven een gat in de vloer of niet? Want Jezus, mijn face mask! Niet aan deze. Gewoon beter hier misschien. Ik doe het wel gewoon daar. Maak hem heel klein. Nee. Ik kan die gasten niet naaien, man. Maak hem heel klein! Ja, zo. Wacht.
Oh, iemand is nog steeds lekker man, 170. Zo. Niemand heeft gezegd hoe groot hij moet zijn. Nice. Zien jullie hem nog? Zoek de Raid Shadow Legends. Nee, chat, dat kan ik niet doen. Jesus Christ. Ga terug, pak mijn vector en shit. Dat is beter dan dit ding wat je hebt. What the fuck, bro? Wat, deze guy, hij zat daar gewoon blijkbaar nog steeds in de bosjes. Ja, ik heb een gescheid allemaal, bro. Dit ding, dat doet niks. Ik weet niet eens hoeveel ik hem heb geraakt, maar... Ja, gebruik gewoon mijn vector. Nee, hij komt. Hij heeft me instant geklept. Wow! Oh my god. Ik word hier zo fucking scheidziek van, bro. Jesus Christ. Hij rent naar binnen, bro. Hij rent naar buiten. Hij komt naar binnen en hij schiet me instant dood. Instant. Ja, Stefan White. Ja, zie je. Op een gegeven moment kom je erachter van... God damn, man. Ik word een octo. Niet eens dat je zeikt of zo, maar gewoon meer dat je denkt... Het klopt wat hij allemaal voelt. SpongeBob is echt een motherfucker. En dan hebben we het al helemaal niet... Laten we het maar niet over Patrick hebben, want dat is echt een... Dat is echt een irritante guy. Kom op, kom op, kom op. Ah! Wat? Wat? Dat hij niet vreselijk kut is. Maar dat gaat goed komen. Enjoy it. Show him the cash. Jezus, schrok me dood. Oh man, oh ja, oké. Senen amene sikim, senen auradene sikim, amene sikim in het jojo. Dat is wat ik zeg, alright? Gelukkig kunnen jullie, de meeste van jullie het niet verstaan. Mike aan heeft in-game, dat lijkt me fucking vet. Dat soort shit. Jezus, dat soort shit, sorry voor de voice crack. Dus dat soort shit. Ja, dat man. Ja, we waren gasten beneden, hè? Klopt. No! No! Oh my god. Allebei mijn benen gebroken. Gelukkig heb ik twee splints. Geen zoveel vertrouwen te verliezen. Wie is deze jongen die ik ooit kende? Als een geweldige gamer. Waar is hij? Hij schraapt bodems in Tarkov. Hij geeft zijn kont in Tarkov tegenwoordig. Interchange wordt in zijn... Worden dingen met hem gedaan. Voor geld. Voor rubles. Niet eens voor euro's. Moet je nagaan. Ik weet niet hoeveel de wisselkoers daarvan is. Voor rubles, bro. Daar waar hij normaal 30 euro ervoor vroeg, krijgt hij nu 30 roebels. Kijk dit. Oppatski! Oké, genoeg. Rest me, please.
me, medic. I'm dying. Thanks. The Hellcat's still here with the engine out. Alright, we have AT now. Thanks, man. Thanks. I love you too. Can you hear me? Can you please fall back to the squad? We need you over here. Yeah. Thank you. We need all help we can get over here. No, sir. Oh, there was a teammate! They're actually northeast of us. Wait, did your team kill me? Yeah, I thought you were in there. Ah! A few moments later. Thanks, because we keep running into vehicles. So what is the... Stay off. Fuck! He's coming straight down the road. Okay, cross. He went past us. I sound a few. Hebben elkaar. Ik heb hem. Ik ben binnen. Die beneden, die heb ik ook nog. Ah, ze zijn er. Jezus, vier man. Let's ja, go. Man, ik heb eentje hier nog binnen. Nee, nog één. Nee. Vijf man. Je bent neer. Ja, man. Hij heeft me, bro. Hij heeft me, fuck. What the fuck, man. Zo moet ik mezelf van die schouderklopjes geven. Weet toch dat je zo... Je wilt gamen, maar je moet nog zo een taak doen in het huis. Maar je doet die taak zo voor de helft. Maar je geeft jezelf wel zo het gevoel van... Ja, eigenlijk mag je nu ook gewoon al gamen. Jullie weten precies waar ik het over heb. Jullie luie motherfuckers. Je doet hem zo voor de helft. Ja, ik maak hem straks wel af. Bok, je maakt hem straks af. Show him the cash, morog. Show him the cash. Broer, betaal jij wegenbelasting voor je neus? Ja. Yeah. Jezus. Wat heb ik geactiveerd in de chat? Sorry, mods. Mensen die hier rustig Twitch wilden kijken. What have I done? Ik ga het fixen. 30 keer combo. Oh, nou de combo. Oh, 15 keer. Oh, en hij is weer naar de kloten. Hij is weer naar de kloten. 2 keer combo. Jullie zijn echt noobs. Jullie zijn echt noobs. 3 keer combo. Jullie moeten tussendoor geen andere emote gooien. Als er één iemand ook maar tussendoor een andere emote gooit, dan is hij al opgefokt. Dus dat is het ding. Jullie moeten in synergy zijn, wat ik al zei. Dus iemand kan jullie, snap je, er kan altijd een kleine bitch-ass motherfucker zitten. You know? Die gewoon tussendoor denk, you know what? Hé. Hey. Kijk. En jullie hoeven trouwens maar eentje tussen gooien. Hè? Je hoeft niet... Het helpt niet als je er meerdere doet. Gewoon eentje is prima. Jesus Christ, die chat gaat echt ongelooflijk snel. Jezus, jongens, wat gebeurt er? Jezus! Ik fucking shit loop gewoon vast hier. Oké, het werkt weer. Oké, jongens, gaat het jullie... Oké, even tussendoor. Gaat het jullie lukken om deze naar 30 te krijgen? Als iedereen nou... Als er geen één motherfucker tussen zit... Die stiekem een andere doet. Iedereen, alleen de kappa. Alleen de kappa. Kijk hoeveel dit kan. Gewoon even iedereen. Niemand iets anders. Kom op. Wees niet die motherfucker. Doe het niet. Bro, dit gaat veel te snel. Nee, er zit iemand tussen.
2 minuten sinaasappel. Show him the cash, Morog. Show him the cash. Hoe dan? Welke story mode game zou je nog gebeurt dat nou weer? Dat is nog nooit gebeurd. Dat blijkt heel normaal te zijn, want ik maakte me er op een gegeven moment echt zorgen over. Van bro, ben ik nou een lijpo of niet? Maar het schijnt dat heel veel mensen dat godzijdank hebben. Dat je zo met iemand in gesprek bent. En gewoon, weet je gedachten kan je niet stilzetten. Ik heb dit al vaker gezegd. Je gedachten kan je niet stilzetten. Je bent gewoon met iemand in gesprek. En nou, je kijkt gewoon, praat gewoon een beetje met elkaar. En uit het niets zeggen jouw hersenen gewoon tegen jou. Bro, wat als ik gewoon deze man, terwijl met hem ben ik gewoon vriendelijk aan het gewoon hem gewoon uit het niets gewoon zo'n hoek geef. Ik kom langzamerhand in het gebied waarbij ik dingen ga smacken in mijn studio. Langzamerhand. Je weet toch wel, zo langzamerhand begin je zo steeds meer om je heen te kijken. Van wat kan ik slopen? Wat mag? Is het die notebook die ik nog moet reviewen? Is het iets anders? Ik ben langzamerhand aan het zoeken naar iets. Oh, Kira en Darcy, ik waardeer het enorm dat jullie zo actief zijn in de chat en dat jullie een gesprekje hebben met elkaar. Maar, you know, het is geen fucking WhatsApp, alright? Ik hou van jullie, het spijt me. But come on, Jesus Christ, ik kan de fucking chat niet eens meer lezen. Dit is geen Outlook, oké? Okay? Nou, dus we gaan van een buurthuis. Nee, die mogen met elkaar praten. Maar niet te veel. Jullie mogen met elkaar praten, maar niet te veel, oké? Ik vraag me af wie de snelste tijd uit Nederland heeft met deze game. Wat? Shit. Kom op. Shit! Jezus! What the fuck was dat? Oh my god! Ja, Jezus, shit! Ik ben aan het trillen hier allemaal ook. Okay, het is klaar. Nee. Het is fucking klaar. Het is klaar. Het is fucking klaar. Ah, jongens. Tjikibriki, patskuriki! Oké, dit is echt de allerlaatste keer, ik zweer het. Echt waar. Dit is echt de laatste keer, echt maar. Ik meen het. Ik beloof het. Mijn beloften zijn niet waar. Wat gebeurt er? Zoveel tijd verneukt. Amenakoyim. Ik word gek. Ik word echt gek. Ah, ik heb... Het is tijd voor iets anders. Ik ga echt iets hoeken als ik hiermee doorga nu. En ik ga het niet doen. Ik laat hem eventjes links liggen. Per ongeluk is nog steeds genomen. 200k?
Ik ben geheadized door een AI scav. 200k, 200k chat, 600k motherfuckers. De MacBox is zelfs weg.